Hele goede morgen. Welkom bij het webinar Family and Array. We gaan dus een array in een family naam maken. Mijn naam is Bert van der Hoeven. Ik ben consultant bij Kadix. Daar heb ik diverse cursussen, met name ook in Revit, van de basiscursus gevorderde family trainingen, diverse family trainingen en ook wel maatwerkcursussen voor families. Tot en met Dynamo scripting, inclusief Python scripts. Dus een hele mond vol. We gaan eerst even kijken naar Zoom, naar hoe werkt de software. De hele webinar wordt opgenomen en die zal ook aan het einde beschikbaar komen op ons YouTube-kanaal. Zoek dan in YouTube naar Kadix, ons YouTube-kanaal, en daar vindt u ook alle webinars die al in het verleden gegeven zijn. Standaard zijn alle microfoons uit. Onze vraag is ook om uit te houden, want voorkomt geluiden van anderen die niet bij deze sessie horen. Dat geeft soms toch wel wat storend effect. Het geldt ook voor de video, die mag u ook uithouden. Moet u een vraag stellen, dan kan dat via de chat. Klik op het knopje chat onderaan op uw scherm. En daarin kunt u een vraag stellen. Let op dat bij everyone, ik had u de vraag naar iedereen. Wilt u me aan mij stellen, dan moet u mijn naam kiezen, Bert van der Hoeven. En dan komt de vraag bij mij terecht. Nog even voordat we beginnen, wie is Kadix? Nou, Kadix is een professionele organisatie voor de kattendienstenverlening. We bestaan al meer dan 20 jaar. Onze hoofdvestiging is Drachten en onze nevenhoofdvestiging is in Utrecht. Beide vestigingen zijn langs de rand even groot, zodat we u overal in het hele land kunnen bedienen. We geven trainingen, dat is echt op allerlei softwaregebied. Dat kunnen dus ook maatwerktrainingen zijn, oplossingen. Dan kijken we naar wat kunnen wij betekenen voor uw bedrijf. Welke kant wilt u op? En dan gaan we daar een onderzoek naar doen. En dan bieden we een oplossing die het best aansluit bij uw bedrijf. Die niet gebaseerd is op software die wij dan verkopen. Want wij verkopen geen software. Dus we zoeken naar de beste oplossing voor uw bedrijf. En verder kunnen we ook via detachering professionals bij klanten plaatsen. We zijn werkzaam in verschillende werkvelden. De bouw en architectuur, waar ook de constructie onder valt. Veel Revit, maar ook nog wel AutoCAD. Installatietechniek is ook een van onze hoofdwerkvelden, waarin we vooral met Revit mensen leren, bedrijven leren werken om 3D-modellen te bouwen. Werktuigbouwkunde voor de apparatenbouw en civil techniek, civiele techniek voor de wegenbouw, de bruggen, viaducten, tunnels, etc. Het wat vast kort iets over Kadix. Nog even een herhaling over de chatten. Wilt u een vraag stellen, dan kan dat via de chat. Onderaan op uw scherm en typ dan een message waar type message hier staat. En let erop. Staat er everyone, gaat bericht naar iedereen. Staat er mijn naam, komt het bericht alleen bij mij terecht. We gaan vandaag gebruik maken van Autodesk Revit 2021. Nu is de technieken die ik gebruik niet per se revolutionair of alleen voorbehouden aan Revit 2021. Dat kan ook met de oudere versies van Revit. Wat dat betreft zijn er niet hele nieuwe technieken. Nou, er zijn steeds meer mensen binnengedruppeld tijdens deze introductie. Heb ik u nog niet eerder gesproken dan alsnog van harte welkom. Nogmaals, de hele sessie wordt opgenomen en wordt beschikbaar gesteld op ons YouTube-kanaal. En dat kan je vinden op YouTube onder Kadix. We hebben de volgende agenda vandaag. We gaan dus een familie maken die als een lijn kan plaatsen. En binnen deze familie worden objecten gerepeteerd. Dat ga ik doen met een stoelband object, maar dat kan je met van alles doen.
Ik heb dezelfde families ook al eens gemaakt voor inventaris, een winkelinventaris bijvoorbeeld, rekken, dat je die ook langs de lijn kan plaatsen en kan repeteren. Nou, binnen die family gaan we formules toepassen om die repetities te beïnvloeden. En natuurlijk is zo'n lengte altijd wat langer of wat korter dan het aantal repetities van het onderdeel. In dit geval gaan we dat dan opvullen met een eindstuk. En van die aantallen willen we natuurlijk ook in ons project weten wat zijn dan de hoeveelheden. En dat gaan we met een shell doen, zodat we kunnen tellen en rapporteren. Aan het einde kunt u nog vragen stellen. Ik ga het een en ander laten zien. Ik gebruik hier dus, ik ga twee families in principe eerst gebruiken. Die u nu ziet staan, dat is een standaard generic model line based family. Precies zoals je hem gaat maken met een nieuwe family. En je kiest deze family, dan krijg je dit. Wat ref planes en een reference line en een lengte. En ik gebruik een stoelband family die ik alvast heb klaargemaakt. En die ga ik in deze family laden. Goed, we gaan het dus bekijken. Nou, dit is dus de stoelband familie. Die heb ik allemaal klaargemaakt. Heeft een lengte en heeft een diepte. En hij heeft ook nog een hoogte. Dat kunt u daar ook zien. Nou, die ga ik laden in de lege family. De line-based family. En ik plaats hem op een workplane. Nou, de family heb ik erin zitten. Nou, die heb ik nu wel, zeg maar, dat die variabel is qua maatvoering. Ik zet eerst hier de lengte even wat langer. En dan ga ik ook een refplane maken waar ik een maatvoering op zet. En die maatvoering gaat bepalen de lengte van mijn band. En hij is wel een variabel, maar hier ga ik hem op een vaste maat mee zetten. Nou, de instance is niet een vaste maat. Nou, dat is niet de bedoeling. Ik wil hem op een type hebben. Dimensions, oké. Okay. Nou, die wil ik op een lengte van stellen. 1200. Nou, laten we maar een meter doen. Dat is toch wat logischer. Dat stoelbandje moet ook die maat krijgen. En dat ga ik regelen met de parameters. Je ziet daar in de instance properties hier die maten staan. Dan ga ik lengte koppelen aan die bandlengte. Diepte en hoogte wil ik ook gaan vastzetten. Daar ga ik nieuwe parameters voor maken. De ene heet dus diepte. De banddiepte maak ik er dan van. Ook type. En doe ik ook voor de hoogte. En zodat mijn variabelen echt types worden die vaste maten hebben binnen deze familie. Nou, dus die afmetingen zijn dan vastgelegd. Moet nog de positie worden bepaald. Dus dat die op vaste plek zit binnen de familie. De bovenkant had ik al geregeld door hem op de refplane te plaatsen. Van de reference level. De achterkant moet ik wel gaan lokken. Dat doe ik ook met de zijkant. Ga ik ook lokken. Lok je erop. Dan zit je op de vaste plek. Nou, de volgende stap is natuurlijk dat we dan de herhaling moeten gaan regelen. Want daar willen we uiteindelijk heen. Laten we eerst nog even de materiaal eraan toekoppelen. Dat kan, ik doe het nu door direct een materiaal toe te voegen. Vanuit AEC materialen, de standaard materialen die in Revit worden meegeleverd. Maar je kan er ook een parameter van maken, zodat je het per uittrekken family gaat regelen. Nou, dan nu de repetitie. Dan ga ik doen met array. En ik doe het op een lijnvormig aantal en ik move to second. Want ik wil deze gaan herhalen, dan doe ik naar een verplaatsing naar de volgende. Die moet ik dus ook weer gaan koppelen. Zodat hij goed op de lengte blijft en niet gaat verschuiven. Ik moet deze even tijdelijk hiden, zodat ik echt mijn alignment maak op die tweede. En niet sprongelijk op de eerste. Dus daar is altijd handig voor om even dan andere objecten te hiden. Zodat je niet sprongelijk de verkeerde hebt. Nou, daar kan ik ook mijn aantallen nu nog van veranderen.
Dat moet natuurlijk automatisch gaan, naarmate dat je de lengte aanpast, dat ook je aantal repetities aanpast. Nou, dat kan ik doen door daar een label aan vast te koppelen, aan die aantallen. Dan kan ik het parameter gebruiken en ik maak er een parameter bij. En dat zijn dan het aantal banden. Dat is wel een instance, want het kan natuurlijk iedere plaatsing kan anders zijn. Ik laat hem onder order, hij hoeft niet zo zichtbaar te zijn. Want die gaat namelijk berekend worden. Nu is het wel zo dat, dat je natuurlijk niet door hele lengtes uitkomt. Dus ik ga een nieuwe parameter maken voor het aantal berekend. En dat moet een integer worden, een gehele getallen moeten dat zijn. En natuurlijk een instance. En hoe ga ik dat nou berekenen? Dan kan ik in het veld achter de value doen, dat is een formule. Formule en dan moet ik exact de namen overnemen. In dit geval maakt de lengte van mijn family en die moet delen door de bandlengte. Nou, dat geeft dan de lengte. Oh, ik klik hem gewoon dicht. Je ziet 3. Kijk nu naar de lengte, die is 2,5. Ja, dat zou eigenlijk dus 2 moeten worden. Dat is te veel. Dus ik moet hem altijd naar beneden afronden. Dan kan ik mijn round and down doen. Dus haakjes. Ik moet eerst natuurlijk delen en dan pas de round down. Ja, als een functie. En dan kort die keurig 2. Nu is het zo dat een array. Hier kan ik zien dat je daar die aantallen eraan zitten. Die kan ik dan hier aanpassen. En dan bij 1 geeft hij een foutmelding. Een array moet altijd minimaal bestaan uit 2. Dus daar moet ik rekening mee houden. En daarom ga ik niet zomaar die aantal banden koppelen aan aantal berekend. Maar ga ik daar een formule achter zetten. En dan doe ik met een if haakje openen. En dan aantal berekend. Het moet groter zijn dan 1. Is dat waar? Nou, geef dan maar als waar aantal berekend. Komma, is het niet waar? Dan moet die minimaal 2 haakjes sluiten. Nou, dan kunnen we dat ook even. Dan zie je dat het keurig inderdaad minder is. Nou, maak hem 5, wordt hij keurig 5. Nou, nee, laten we 3,5 maken. Dan houden we dus die half over. En maken we nu de lengte dat hij nog maar eentje overblijft, dan wordt het er toch altijd 2. Dus dat is wel even iets om rekening mee te houden. Ga ik een nieuwe refplay maken voor mijn eindstuk. Die wil ik natuurlijk ook gaan opvullen. Zet ik ook weer een maatlijn op. En die lengte moet ik gaan berekenen. Dus ik maak er eerst een parameter van. En dat wordt dan al mijn restmaat. Ook weer een instance natuurlijk. Die restmaat ga ik uitrekenen. Dat is dan een totale lengte. Minus zoveel keer het aantal banden maal de lengte van de band. Ik gebruik dan het aantal berekend voor. Ja, het kan natuurlijk allebei zijn. Het kan ook aantal banden zijn. Maakt niet zo uit. Het kan in beide gevallen. En je kan toch nooit minder dan 2 toepassen. En eventuele opvulling moet je dan als losse gaan plaatsen. Als je toch 1 hebt. Dan kan je dat niet meer met een repetitie doen. En dan komt er keurig 500 uit. Nou, dat is ook wat het moet zijn. En dan kan ik hier dan een opvulling gaan plaatsen. Doe ik weer met zo'nzelfde bandje. Uiteraard. Dan ga ik plaatsen. Component weer onder workplane. En zodat die ook weer een hoogte gelijk ligt. En deze ga ik dan ook weer die diepte en die hoogte koppelen. Want die blijven natuurlijk wel gelijk. Ik behoud dezelfde hoogte en diepte. Dat ga ik hier in deze types regelen. Alleen mijn lengte wordt nu restmaat. Dus ik krijg een restmaat lengte. Dus deze ga ik ook weer alignen. Hou op het einde. Ook een lokje erop. En natuurlijk ook aan de voorkant op de refplane. Met een lokje erop. Nu kan je natuurlijk ook een
Ja, 3600 wordt nog goed, hè? Maar stel je voor dat die nou exact weer een hele aantal meters wordt. De vraag is natuurlijk, wat gaat er dan gebeuren? Nou, laten we dat eens proberen. 3 meter. Oeps. Kijk, krijgen we een error. Hij mag dus niet 0 zijn. Anders krijg ik dus een foutmelding. Dus dat moet ik gaan oplossen. Nou, dan gaan we doen door nog weer even een nieuwe parameter te maken. En dat wordt dan een berekende restmaat. Ook een instance. En er wordt ook, ja, is een lengte natuurlijk. Ja, moet ik wel een berekende schrijven. Ja, ook wel beter. Lengte en groeperen. Nou, laten we onder order zetten ook, want ook die is berekend. Hoeft verder niet bij dimensies worden ingevuld. Ik kopieer de formule. En daar haal ik de bij rest haal ik de formule weg. Dan maak ik een nieuwe formule. En dan ga ik namelijk kijken of die berekende restmaat, of die wel groter is dan 0. Is groter dan 0, nou, gebruik dan maar inderdaad gewoon de berekende restmaat. Dan is er niks aan de hand. Is die 0 of kleiner? Nou, dan maak ik dan maar 500. Nou, eens testen of dat werkt. Gaan we eens 3 meter maken. Ja, en dat werkt. Het nadeel is natuurlijk wel dat mijn eindbandje natuurlijk ligt over mijn hele bandje heen. En dat hij nog wel steeds zichtbaar blijft. Heb ik wel opgelost dat die fout niet voor optreedt. Maar ik wil natuurlijk dat eindbandje helemaal niet zien. Nou, dan moet ik iets gaan doen in de zichtbaarheid. Ga ik hem eerst weer selecteren. Zo, soms moet je tab even gebruiken. Dan ga ik naar de visibility. En dan ga ik een parameter opzetten. En dat is dus mijn eindband zichtbaar. Ook dat moet weer een instance worden. En nou, ik zet dit onder visibility, komt die lekker achteraan. Want die mag je nooit handmatig meer instellen. Moet daar ook weer een formule aan gaan koppelen. En visibility. Nou, is nu zichtbaar. De voorwaarde is dat die berekende lengte, berekende restmaat, moet groter zijn dan 0. Dan mag die aan zijn. Dus ik ga controleren, berekende restmaat, is die groter dan 0? Nou, dat levert mij een true of een false. En schakel daarmee mijn vinkje voor eindband zichtbaar. Ik wil even mijn preview visibility aanzetten. Dat is ook heel handig. Dan kan je ook binnen family al zien hoe gaat die werken. Nou, je ziet nu dat die inderdaad keurig verdwijnt. Ga ik mijn lengte wat groter zetten. Dan kan je even zo zetten dat iedereen het kan zien. 3500, apply. En ja hoor, dan komt hij erbij. Dat doet hij op mijn andere lengte ook, 5500. Ja, ook dan ook. Dus hebben we dat ook geregeld. Nou, hebben we eigenlijk alles geregeld. Aantal hele stukken en de reststukken. Zeg ik altijd, eerst even opslaan. Dat is altijd goed om te doen, zeker als je hem gaat exporteren naar een nieuw project. We gaan nu een nieuw project maken. Altijd als je even moet nadenken, sla even op. Dat kan een hoop ellende voorkomen. Het is altijd heel jammer als je dan je family weer opnieuw moet gaan aanmaken. Nou, ik ga weer naar die lengte family, niet deze, maar deze. En die ga ik laden in mijn project. Ja, want daar wil ik hem natuurlijk gaan gebruiken. En nu kan ik hem gaan plaatsen van punt naar punt. Wel op een workplane. Ja, dat zit ingebakken in de family. En dan vult hij hem gewoon op. Je ziet wel dat het wel wat langzamer gaat, omdat hij tijdens het plaatsen gaat hij al die array proberen te maken. Dus dat kan wel voor wat vertraging zorgen in het plaatsen. Dus afhankelijk hoe langer die wordt, hoe meer verplaatsingen er zijn. En je ziet dat hij nu keurig repeteert met een eindstukje in dit geval. Nou, mooi. Allemaal werkt allemaal goed, maar
We willen natuurlijk aantal hebben. We willen weten hoeveel hele betonbandjes en hoeveel gedeelde stukken van betonbandjes. Ga ik een nieuw schedule aanmaken. En dat was natuurlijk generic model. Ik had niet de categorie aangepast. Dus nog steeds generic model. Ik wil de family naam weten. Ik wil de type naam wil ik weten. Ook de lengte. Alleen lengte vinden we niet terug. Die zit er dus niet standaard in. Dat is jammer. Oké, laten we eens dit maar even maken. Ik wil natuurlijk ook wel de count erbij hebben. Dat laat ik gelijk even count toevoegen. Voor de aantallen. Nou, is het nu nog allemaal 0, allemaal 1. Hè, want hij vindt iedere, vindt hij maar 1. En ik heb ook het stoelbandje op een speciale manier aangemaakt. Die heb ik aangemaakt als een shared family. Waardoor die dus ook telbaar wordt. Dus ik hoop dat ik geen types heb aangemaakt. En waardoor je gewoon nog dezelfde naam heeft als de family zelf. Nou, ik noem ik variabel. Je kan beter eigenlijk zeggen 1000 maal 200 maal 60. Want hier zitten types in. Dus variabel is eigenlijk niet zo'n goede naam in dit geval. Handiger om daar ook echt je afmetingen binnen te gebruiken. Nou, nu wil ik die lengte ook erbij hebben. Nou, er zit gewoon een keurig lengte in. Maar die wordt niet zichtbaar. Dan ga ik eerst deze lengte verwijderen. En ik moet een andere soort parameter gaan aanmaken. Dan ga ik een nieuwe parameter toevoegen. En dat doe ik als een shared parameter. Dan zou ik bijvoorbeeld de NLRS gedeelde shared parameters voor kunnen gebruiken. Of de parameterlijst die jullie beschikbaar hebben in je eigen bedrijf. Gebruik altijd dezelfde shared parameter file. Dan heb ik lengte toegevoegd. Dan kan ik hier ook weer natuurlijk een maat meegeven. Zo te zien is er niks veranderd. Maar wel degelijk is straks lengte beschikbaar. Ik opnieuw koppelen aan mijn nieuwe parameter. Hij heet hetzelfde, ziet er hetzelfde uit, maar is wel uniek. En dus anders dan mijn vorige lengte. Die ga ik weer zetten in mijn lengte uitrichtbare familie. Nou, uiteraard gaan dan de constraints allemaal mis, dus alle koppelingen die er zijn. Moet ik dus de lengte weer opnieuw gaan instellen. Kijk, hij is nu weer veel te lang. Mijn koppeling is ook verdwenen, ondanks dat hij nog steeds lengte heet. En die ga ik dus opnieuw koppelen aan die bandlengte. Nou, allemaal prima. Nog de laatste ook. Hè. Die moet ik ook weer even goed worden gezet. Ook die moet ik opnieuw koppelen aan de restmaat. Nou, en die is ook weer goed. Die ga ik weer laden in mijn project. Uiteraard eerst even opslaan. Load into project. Project 2. En dan moet je uiteraard overschreven worden. En ook de sub-shared families. En dat waren dus de stoelbandjes zelf. Want ook die komen in het project. Nou, dan gaat er toch nog wel iets mis. En dat laatste eindstukje. Ja, die zit. Ja, die wordt wel langer, maar blijft op dezelfde plek. Dus daar is blijkbaar een constraint nog niet goed. Dus met het verwijzen van die lengte is die constraint eraf gevallen. Dan ga ik eerst deze even hiden. En dan kan ik met align, ga ik hem opnieuw koppelen. Wat ook aan het uiteinde gekund, en dat maakt helemaal niet uit. Kan allebei. En weer load into project. En opslaan uiteraard. En overschrijven. En nu is hij wel goed. Nou, dan gaan we weer terug naar de schedule. De hoeveelheden, waar zat hij ook alweer? Ik zie nu in de families, dan moet ik naar de shadows, daar en generic model. Oeps, dan zien we dat ik hem van naam had veranderd, maar dat hij weer terug is bij zijn oude naam. Dus ik ga met mijn family lijst in de project browser weer opzoeken en dan zie je dat hij nu er twee keer in staat. Nou, dat ik variabelen kan dan verwijderen, dan ga ik hem opnieuw hernoemen. Ik noem hem weer variabel, maar eigenlijk moet je hem hernoemen naar de afmeting van de stoelband die je gebruikt. Nu zit in mijn vorige, de family zelf, daar zit nog steeds geen type, want ik had geen type aangemaakt. In het project is wel een type,
Dus ik ga hem gewoon sluiten naar mijn project. Dan ga ik hem open vanuit mijn project. En dan ga ik nog een keer kijken en dan zie ik dat die variant, die type naam er wel is. Dan ga ik hem hier vandaan opslaan. En dan kan die fout niet meer optreden. Dan heb ik niet per ongeluk meer die type in één keer is die verdwenen. Nou, dan kan ik ook lengte toevoegen. Je ziet dat hij nu wel beschikbaar is. En heb ik keurig ook de lengte erbij. Uiteraard allemaal lengtes van een meter. En de eindstukjes hebben een variabele lengte. Dan kan ik ook een filter aanbrengen. Dat die groter moet zijn dan 0. Maar nou, voor mij kan ik beter gebruiken of de parameter exist. En daarmee kan ik de andere eruit filteren. Hè, waarmee ik hem echt plaats. Die wil ik helemaal niet tellen. Ik wil alleen tellen wat erin zit. Nu ga ik hem sorteren. Doe ik hem op type en lengte. Itemize of instance doe ik uit, zodat hij ze bij elkaar op gaat tellen. Waarop ik sorteer. En dan zie je dus keurig dat je twee keer een variabele hebt van 400. Een keer van 900. En 22 keer van een hele meter. Dus ik heb dus 22 stuks een meter bij mijn dikte en hoogte. Nu zou het mooi zijn als ik hier ook een formule kan toevoegen om een totale lengte te berekenen. Nou, gaan we eens kijken of dat kan. Berekende lengte. Formule. En wat moet eruit komen? Een lengte uiteraard. Want als ik een aantal maal lengte ga doen, dan moet er een lengte uitkomen. Nou, laten we zeggen dat we die gaan vermenigvuldigen met count. Want die vinden we ook. Je moet altijd exact overnemen. Dus hoofdletters, kleine letters. Nou. Oké. Helaas. Count kan niet gebruikt worden. Dat is jammer. Hoe kunnen we het dan wel doen? Nou, we kunnen wel in ieder geval de totaallengte gaan rapporteren. Dat is in ieder geval wel een optie. Ga nog een keer naar die sorting grouping. Naar de formatting. Lengte. En dan kunnen we aangeven dat hij de totale moet berekenen. Oké. En ja, dan krijg je inderdaad de totale. Maar dus nog niet, niet met mijn enkele lengtes van enkele stuks. Nou, ik wil ook mijn count totals hebben. Van hoeveel is het nou in totaal? En die zie je nu ook eronder staan wat mijn totale lengte is. Maar nog steeds niet de hele lengte per stuk. Ik ga eerst in deze van naam veranderen. Die ga ik lengte van de heading naar lengte totaal zetten. En dan komt die in als lengte totaal. Ga ik een nieuwe formule maken, lengte enkel. Nu kan hij namelijk wel een truc toepassen. Laten we eens kijken dat we die weer op lengte zetten. En dan gaan we een formule toevoegen, lengte. En dan doe ik eens maal 1. Laten we eens kijken of we daarmee dan de enkele lengte krijgen. Dat mag in ieder geval wel. Zet een beetje hoger. En warempel. Die geeft dan niet een berekende totale lengte, maar de lengte van eentje. Dus op die manier kan ik het toch voor elkaar krijgen. Zie ik wat mijn lengte enkel is en wat mijn lengte totaal is. Nou, zo hebben we eigenlijk alle onderdelen behandeld waarvan ik het beloofd had. Een family en een array hebben we gemaakt. We hebben een family gebruikt die je als een lijn kan plaatsen. De line-based family. En we hebben het repeteren van objecten binnen deze family heb ik laten zien hoe je dat voor elkaar kan krijgen. Nu met een eigenlijk heel simpel, maar dat kan ook dus ook met meubilair. Ik heb ook wel een andere klant gehad die een soort wand met allerlei objecten wilde maken. Die wilde laten repeteren met ook daar de bijbehorende eindstukken bij. Nou, ook dat is allemaal mogelijk. Dan wordt het wel wat moeilijker. Maar zeker mogelijk. Hè? Want nu was het alleen in de lengte. Maar als je het ook nog in de hoogte gaat doen, is het ook, is ook mogelijk, maar wel moeilijker. Het toepassen van formules om het aantal repetities te beïnvloeden, heb ik laten zien hoe je dat kan doen. En het wel of niet toepassen van eindstuk. Ook dat heb ik laten zien en hoe je daarvan ook een schedule kan maken om dan je onderdelen daaruit te krijgen. Nou, ik ga naar de afronding ook vragen en antwoorden toe. Ik zie al wat vragen binnenkomen, dus daar ga ik zo meteen nog even naar kijken. Wil je
in aanleiding van deze presentatie denk van ja, dat kan ik wel gebruiken, maar ik zie het nog niet zitten om dat ook zelf te doen. En ik zou er wel een maatwerkcursus voor hebben om, ja, om die techniek ook te leren. Dan kan dat en dan kun je dat ook met 10% korting doen. Aan het einde, als je je evaluatie invult, dan krijg je daar ook een code voor. En vervolgens ook, ook de voorwaarden die daarbij horen. Vraag en antwoord. Ik heb al wat zien staan. Hoe zit het met het aantal stukken uit een schedule? Telt die 3,5 onderdelen? Ik begrijp niet de vraag helemaal. Maar ik denk dat het wel op zich, dat ik dat wel heb laten zien. Daar heb ik hem, mijn tabel. Dat je, als ik hem hier weer op formatting. Even kijken waar mijn minuutje terechtkomt. En daar itemize every instance weer even aanzet. Dan zie je alle onderdelen. En dan zie je dus dat die per maat heb ik hem laten optellen. En ja, omdat ik weet dat dit type de standaard lengte heeft van 1000, zijn dit dus hele stuks. En de rest wat dus niet 1000 is, zijn dus kortere lengtes. En omdat ik die lengtes er wel kan uithalen, weet ik dus ook, nou, als ik weer mijn sorting grouping deze weer uitzet, zie ik dus mijn aantallen en ook dus van halve lengtes. Dus hij telt dus niet 3,5 onderdeel. Hij telt dus echt de hele lengtes en de aantallen met de stukken. Is er ook een mogelijkheid om break van een array uit te stellen tot het moment dat je de familie plaatst? Ik denk dat daarmee bedoeld wordt dat je dan, dat hij hem als je hem gaat plaatsen. En ik moet even naar mijn project toe. Dat is in deze volgens mij. Ik heb hem al eventjes niet meer opgeslagen. En dan gaat hij daar weer over zeuren. Dat als je hem gaat plaatsen, zegt, nou, ik ga hem nog een keer plaatsen op een refplane. Ja, dan gaat hij hem meteen berekenen. Je ziet het ook aan mijn muis, die begint helemaal te bibberen en zo. Dat kan je niet uitstellen. In principe niet. Dat kan je alleen voorkomen door daar niet een line-based family van te maken, maar een gewone family waarin je jezelf je lengte toevoegt. En hem dan eerst te plaatsen en dan met een parameter een lengte toe te voegen. Dus op die manier kan je dat wel omzeilen. Maar dan moet je niet gebruik maken van die line-based, maar van een normale family waarin je dan de lengte zelf regelt. En pas die lengte instelt op het moment dat je hem al geplaatst hebt. Welke filter je er nu uit? Ja, dat is natuurlijk. Wat ik wil weten in mijn shell is namelijk mijn bandjes en niet deze family, die uitrekbare versie. Die wil ik niet zien in mijn shell, want er zit niks in. En dat is alleen maar een drager voor de families die ik erin heb gestopt. Zet die filter er weer even af, ik haal hem weg, dan zie je dat hij ook die stoepband uitrekbaar gaat meetellen. Die heeft natuurlijk geen lengte. Ja, want ik heb die lengte heb ik daar niet ingestopt. Ja, deze is alleen maar verwarrend voor de tabel en daarom filter ik hem eruit. En dat kan dus met die filter doen. In dit geval of die parameter of die wel bestaat. Bestaat er niet, filter hem eruit. Zie je het reststukje van 5 centimeter shadow wanneer deze gehaaid wordt? Ja, dat is een goede vraag. Nee, die zie je niet. Als je hem haait, dan verdwijnt, komt hij ook niet in je shadow terecht. Laten we dat eens even bekijken of ik dat ook kan laten zien. Ik heb hier een heel klein. Nou, dan gooi ik ze even allemaal weg op behalve eentje, want dan kunnen we natuurlijk goed zien of dat inderdaad ook zo is. Ik ga deze eens even instellen. Nou, ik kan het niet rechtstreeks doen op een vaste maat neerzetten. Dus dat maak ik even een hulplijntje voor. Zo. Nou, deze ga ik even kopiëren. Nou, pak een beetje 3 meter. Zo. En dan ga ik deze daarop zetten, op die 3 meter. 3 meter. Dus wij weten nu op de achtergrond
dat er ook nog een stukje van een halve meter moet zijn wat we niet zien. Dan gaan we naar die shadow toe. En dan zien we dat alleen maar een aantal van 3 hebben en geen halfjes. Dus als je hem haait, dan is hij inderdaad niet meer zichtbaar. En als je internationaal project betreft en een shadow in Engels moet, hoe los je dat op? Ja, dat is wel interessant. Dan zal je, als het om die headers gaat, dan zal je hieronder je formatting, kan je per veld, kan je hier opgeven hoe die kop eruit ziet. Geldt ook voor count, lengte enkel, dan lengte. En dan voer je gewoon daar je Engelse taal in. Dus je kan al die headers, kan je allemaal een andere naam geven in het Engels. Hoeft dus niet in het Nederlands. En dat geldt natuurlijk voor je family naam ook. En die zal je dan ook allemaal in het Engels moeten maken, als je die ook in het Engels wil hebben. Waar kun je meer informatie vinden over de syntax van te gebruiken formules, zoals round-down? Die kan je op internet vinden. Er zijn op internet zijn er ook documenten over waar allerlei functies. Als je bij onze family cursus doet, dan geef ik daar ook altijd een handleiding bij. En even een samenvatting van die formules, de meest gebruikte formules binnen Revit. En dan heb je dat even op een rijtje. Maar je kan het ook in de handleiding van Revit zelf, de help van Revit zelf, kan je het ook gewoon terugvinden. En iemand anders verwijst er al naar het Revit Forum, naar Revit Formules for Everyday Usage. Dat is ook een hele handige site. Verder zie ik nu geen vragen meer. Mocht er nog vragen zijn, dan is daar nog wel even tijd voor. Zijn ze er niet, dan bedank ik in ieder geval iedereen voor jullie aandacht. Heb je nog vragen die je achteraf nog binnenkomen, dan kan je ze ook altijd aan ons stellen en aan ons toesturen. Laat dan ook even je mailadres achter. Maar je kan altijd naar info@kadix.nl, kan je altijd mailen. Ons telefoonnummer kan je ook altijd naar bellen. En volg ons ook op LinkedIn. Dan krijg je vanzelf ook berichten over nieuwe webinars, et cetera. En kijk ook op YouTube, op ons Kadix-kanaal. Daar zal ook deze webinar op zichtbaar worden. Ik zie geen nieuwe vragen meer. Ik bedank iedereen voor jullie aanwezigheid. En wie weet, misschien wel op een maatwerktraining. Graag tot een volgende keer.